Ja, jij zegt het net min of meer gekscherend tegen een aantal andere journalisten die nu de deadline hebben gemist. Maar jij had ons nog een hele hoop speeltijd kunnen besparen. Ja, dat klopt. Dat klopt. Een hele goede kans. Ik zet hem zelf op. Ik kom denk ik iets te kort voor de keeper. Ik wil hem eigenlijk onder de bal komen om hem wat te liften. Maar ik kreeg volgens mij een duw van achteren van mijn tegenstander die achter me liep. Waardoor ik veel te kort op hem kom. En hij komt tegen de keeper aan. Helaas, moet een doelpunt zijn. En dan hadden we hier een half uur eerder gestaan. Dus, Hoe beleef jij dan zo'n strafschoppenserie? Want je bent al gewisseld. Dat moet al. Het is sowieso dat lastig. Maar dan ben je helemaal machteloos. Ja, dan ben je machteloos. Ik heb ook niet gekeken. Ik heb niks meegekregen. Ik ben naar binnen gegaan. Ik moest mijn knie eisen. Omdat ik afgelopen week geblesseerd was. Dus zaterdag hebben we weer een wedstrijd. Dus ik heb eigenlijk niks meegekregen. Ik vind het altijd heel spannend. Dus uiteindelijk komen de kopjes binnen. En toen hoorde ik het lawaai. En ik kwam ook naar binnen. Hij zegt, we zijn door. Dus naar reen naar buiten met de jongens toch even feliciteren. En blij dat ze niet hebben gezegd van als Ruben hem gemaakt had. Want dat kreeg je dan achteraf natuurlijk. Maar dat is nu niet aan de orde. We zijn door en dat is het belangrijkste in bekervoetbal. Ja, en de manier waarop je speelt is in bekervoetbal ook weer net iets minder belangrijk. Maar je ontspringt vanavond wel de dansen. Ja, zeker weten. We hebben echt een mindere wedstrijd gespeeld. We komen wel goed op 1-0 voor. En helaas maken we het onszelf weer moeilijk. Maar wat je al zegt, bekervoetbal is altijd... altijd lastig is de wedstrijd zijn wedstrijden op zich. Dus het belangrijkste is dat je bij de laatste 8 bent. En dan moeten we even kijken tegen wie we loten. Ik hoop op een thuiswedstrijd waardoor we dus steeds dichter bij de finale kunnen komen. En dat is wat we willen. Er zit nog één amateurclub zelfs in en dat in de kwartfinale. Dat zou op het oog ideaal zijn natuurlijk. Dat zou ideaal zijn. Aan de andere kant wat je ook tegenkomt. Je moet gewoon zorgen dat je weer een ronde verder mag. En dan, wat ik al zei, ik hoop thuis. Maar waar we toch altijd sterker zijn. Dus dat zou mooi zijn. Hoe bijzonder of hoe vreemd is deze dag toch voor jullie met het nieuws, het trieste nieuws rondom de vader van jullie trainer? Ja, gemengde gevoelens natuurlijk. Zijn vader is een icoon geweest en altijd gezond geweest, wat ik begrepen heb. En als zo'n man dan in één keer iets fysiek krijgt, dan komt de klap wat harder aan. Soms zie je het wel eens aankomen, dan kan je het een plekje geven om te verwerken. Dus, maar goed, onze gedachten zijn ook bij de trainer. En gelukkig hebben we toch, zijn we door. En dat is dan het enige positief wat je dan kan zeggen aan deze avond. En ik hoop voor hem en zijn familie dat ze het goed kunnen verwerken en dat ze weer door kunnen. En iedere topsporter is natuurlijk ook een mens. En iedereen denkt dan ook aan zijn eigen levensverhaal. En dat kan ik me zo voorstellen, bij sommige jongens ook op de dag van de wedstrijd weer hele vervelende herinneringen ophalen. Ja, zeker. Het is altijd lastig om iemand dierbaars te verliezen. Dus ik hoop dat ze mentaal sterk zijn om daarmee om te kunnen gaan. Dus dat is wat ik erover kan zeggen. We kunnen alleen maar steunen en hopen dat de trainer hier zo snel mogelijk en sterk uitkomt. En dat ze allemaal hun leven weer kunnen voortzetten, hoe hard het ook is.